Worthy! Hey! Hallo? Had jij een taxi besteld? Zeker. Ga lekker zitten. Heb je vaak op het tandem gezeten? Nee, nog nooit. Handje uitsteken. Oké, gotcha. Hey Worthy, waar gaan we eigenlijk naartoe? We gaan vandaag een basketbalkliniek geven. Oh, je bent basketballer? Yes. En wij gaan nu een kliniek geven aan kinderen. Ja, we gaan ze lekker aan de sporten krijgen. We? Ja, samen. Wie? Jij en ik. Wij? Samen. Moet ik ook basketballen? Ja, jij ook. Maar ik kan helemaal niet basketballen. En wat vind je het allerleukste aan clinics geven aan kinderen? Nou ja, de interactie, het delen van jouw kennis. Uh-huh. En de sport gewoon groter maken. Nou, volgens mij zijn we er. Hier is het. Ja. Zo. Nou, terug op school, hè? Het is echt zo lang geleden en het is ongelooflijk. Hallo kinderen. Dag iedereen. Dit is Worthy, hij is een professionele basketballer. En ik ben Tim en ik ben gewoon met hem mee. En vandaag gaan we een basketbalkliniek doen. Hebben jullie zin in? Hebben jullie zin in? Ja! Hier is een jersey. Jersey? Ja. Jersey. Wie van jullie weet wat het belangrijkste is in basketbal? Scoren. Ik had al gedacht dat het antwoord zou komen. Ja, ik denk dat het overspelen heel belangrijk is. Samenspel is super belangrijk in basketbal. Je speelt met z'n vijven, dat is jouw team op het veld. En de bal delen met elkaar brengt veel succes in. Nee! Anna. In een 90 graden doe je knieën en nawijzen. En dan is het eigenlijk gewoon mikken. Hey, waarom vind je dit nou zo belangrijk? Nou, het is belangrijk voor de jeugd natuurlijk. Om lekker actief te blijven. Kijk, vandaag de dag zitten er zoveel kinderen achter de computer en dat ze dit gedeelte eigenlijk gewoon missen. Naast dat dit sport gewoon een hele leuke sport is, leer je ook gewoon in teamverband werken, samenwerken. Misschien moet je ze even laten zien wat je kan. Dat lijkt me een heel leuk idee. Ik kan mijn best gaan doen. Jongens, hij komt eraan! Mijn eerste! Ik heb heel veel geleerd vandaag. Kijk eens. Ik vond het super gezellig. Ik ook. Heb jij nog wat geleerd? Op een tandem fietsen. Dat vergeet je de rest van je leven niet, hè? Nee. Jongens, bedankt dat ik bij jullie kliniek mocht zijn. Ik ga het gewoon een keer proberen, ja? Ik denk niet dat het lukt. Oh. In tandem taxi met Tim. Wij gaan vandaag ons eigen medisch dossier maken. Oh nee! Sorry!